ga jullie vandaag wat meer info geven, een beetje een pollguide over onze MT Inks hengels. We hebben eigenlijk in totaal 7 hengels in onze serie, waarvan 2 margins. Eén is 8,7 meter, de andere is 11 meter. Beide hengels zijn eigenlijk power hengels en dus meer gericht op de commercial visserij, waarbij je grote gewichten op grote kerpers kunt vangen. Beide hengels zijn voorzien van power kits, dus ook de iets sterkere topsets eigenlijk. We hebben de MTX 1, 2, 3, 4 en 5, waarvan eigenlijk de 1 en de 2 onze power hengels zijn en ook hengels om die grotere kerpers een beetje de baas te kunnen. De 3, de 4 en de 5 zijn eigenlijk ultra hengels. Hengels die ook gemaakt zijn van 13 meter tot en met 16 meter. En eigenlijk bedoeld zijn om inderdaad op die verdere lengte te kunnen vissen. Wat is nu het grote verschil tussen die eerste 4 en die 3, 4 en 5? Is het verschil tussen de power en ultra. Het gaat er maar om dat de hengel op langere lengte lichter en strekker is. Dus hoe hoger dat je in de serie gaat gaan, hoe lichter en hoe strekker op verdere lengte je hengel gaat aanvoelen. De MTX margins en de 1 en 2 zijn allemaal voorzien van power kits, dus eigenlijk de sterkste kits die we in de serie hebben om echt op die kerpers te kunnen gaan vissen. Terwijl de 3, 4 en 5, die hengels die verlenen zich niet enkel tot de commercial visserij, maar ook tot de kanaalvisserij. Dus daar kun je ook veel lichter topkits bij nemen en dus eigenlijk ja, helemaal aanpasbaar maken om zowel op kerpers te kunnen gaan vissen als op die kanalen of rivieren of dergelijke.